Ik kan puntjes neerzetten en die puntjes die verbindt hij dan aan elkaar. En daarna kan ik de lijnen opvullen, waardoor je dus de pannenkoek ook gevuld krijgt. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een printer wat je normaal ook, waar je tekst mee print en afbeeldingen. En dan is het bij ons met beslag. Je kunt er in principe kun je er alles op printen. Je kunt daar, als je zegt van ik wil er nog fijn op printen of een foto van je neefje, dan is het geen enkel probleem. Het is zeker een gimmick en het is niet de toekomst van de pannenkoeken bestaan. Want dat zijn de traditionele pannenkoeken zullen altijd zo gebakken moeten worden. Lekker in de pan, boter erin en daarvoor. Maar dit is wel echt een gimmick en iets voor de toekomst. Ben je bang dat hij je op den duur gaat vervangen? Absoluut niet. Nee, zeker niet. Nee. Dit is echt meer voor feestjes en partijen, voor kinderen ook, die het ontzettend leuk vinden om te doen. Maar het traditionele pannenkoekenbakken zal altijd blijven bestaan, zeker. Nou, hij smaakt lekker. Ja. Hij is heerlijk. Mm-hmm. Hij smaakt een beetje naar een echte pannenkoek, maar ook een beetje anders. Maar hij smaakt niet helemaal naar een echte pannenkoek, maar hij is wel heerlijk. Nou, grappig dat een 3D-printer dat kan maken. Heerlijk.